Hey, goedemorgen, JC's. We zijn in Brugge. We zijn hier even blijven overnachten. We zijn klaar voor de open vormingsdag. Waar JC Brugge desondanks alle nieuwe of aangepaste of verstrengde of ja, hoe dat je het tegenwoordig ook wil noemen, maatregelen die er zijn, heeft toegepast. En ja, we zijn klaar om te gaan vertrekken. We zijn heel benieuwd hoe dat ze dat allemaal hebben gedaan. Dus je gaat dat direct in deze vlog allemaal zien volgen. Dit is Tim. Zeg dag Tim. Tim is training aan het geven, is debating aan het geven. Ja, ik sta naast. Ik ken het. Ja, ze zijn een oefening aan het doen. Hè? Wat vind jij van vandaag, Tim, als trainer, als JC? Het is goed opgelost. Hè. Locatie en zo is allemaal wel coronaproof. Maatregelen zijn allemaal goed uitgewerkt. Het is altijd even zoeken, maar ja, het is zeker te doen. Je bent content als trainer. Ja. En als JC. Ja, absoluut. Alsjeblieft. Bij deze, een team die moet terug naar binnen, want zijn oefening is bijna klaar. We gaan naar de volgende. Bye bye. Wacht, hè. Ik ga mijn beetje. Is het al bon? Ja, maar dat editen we eruit. We zijn hier op de open vormingsdag eigenlijk ten einde bij de voorzitter van Brugge. Goedemiddag. Goedenavond, want ik ben af voor de mensen. Wat vond je ervan vandaag? Fantastisch. Ik ben zo blij dat we dat effectief hebben kunnen doen. Ik zag dat de mensen blij waren, dat ze elkaar fysiek terug konden zien. We hebben een 100-tal mensen samengekregen met respect voor de maatregelen in het centrum van Brugge, met lekker eten, toptrainingen. Dus ik ben een zeer blij persoon, een zeer fiere voorzitter vandaag. En ik heb daar niks meer aan toe te voegen. Dus bij deze, merci JC Brugge, merci JC om hier allemaal aanwezig te zijn. Zelfs met baby's op de achtergrond. Ja. Is er gewoon kick-ass gewerkt vandaag. Onze jongste deelnemer. Bye bye. Beste JC's, ik sta hier bij Goran, districtsmanager van West-Vlaanderen. Wij hebben hier het districtsforum. En voilà, Goran, wat vond je ervan? Het was een schitterend evenement met een fantastisch spreker, Gino de Vriend. Dus ik ben blij dat we iedereen nog een keer terug gezien hebben. Je ziet, allemaal fysiek, allemaal veilig in de school. En, Goran, misschien ook wel belangrijk in het kader van groei. Jullie hebben ook een sessie gehouden voor kandidaatleden. Hè? Ja, met 17 kandidaatleden. Dus dat wil zeggen, als die 17 lid worden, dan staan we weer een stapje dichterbij bij onze 10% groei. Dus dat wil zeggen, dankjewel, JC West. Wij gaan nog iets drinken en tot in de volgende vlog. Bye bye. Als je me binnen een klein jaartje gaat vragen, wat is jouw grootste uitdaging geweest, voorzitter, in jouw jaar? Dan denk ik dat ik ga zeggen, mensen herkennen met een mondmasker. Hey, beste JC's, behind the scenes. Stap 1 vanavond, een zeer speciale avond, ook als Vlaamse voorzitter. Mijn allereerste keer dat ik een senator
mee mag pinnen. En bij toeval, door alle omstandigheden die in de wereld aan het gebeuren zijn geweest, is het ook iemand van Lier. Dus je gaat de komende clips wel mee behind the scenes kunnen gaan. Het gaat een hele speciale zijn. Ik, naar mijn mening, de allereerste keer dat het ook digitaal gestreamd zal worden door de maatregelen en de regels die er zijn. Dus het maakt nog eens extra vet dat we dat op die manier doen. Dus follow de vlog en deel mee. A few moments later. Oké, we zijn op een 200 meter van Pepijn zijn huis geparkeerd. Er zijn ook de anderen die bij zo'n senatorenviering horen, zijn ook aan het aankomen. Dus wij gaan ons direct klaarmaken om hem te verrassen. Dus nog even spannend. En volg deze vlog en je gaat direct zien wat er gaat gebeuren. A few moments later. Ik vind het wel gemak voor deze dingen. Een pre-vieringsfoto. Ja. Ik ben die Kjell aan het filmen voor de vlog. Let me do in the deck. Ja, zie je iets met ons als deze. A few moments later. Hey, beste Jaycees. Einde van deze presidential vlog. Je hebt heel veel gezien wat er in de afgelopen maand gebeurd is. Er staat nog heel veel op onze planning. Laat jullie alsjeblieft niet uit jullie lood slaan met alles dat er in de wereld aan het gebeuren is. Dit is de moment waar wij als Jaycees ons kunnen onderscheiden van al de rest. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie nog allemaal gaan doen in de komende periode. Laat het ons weten. En wie weet komen jullie ook in deze vlog terecht. Tot snel. Bye bye.